De wijk Poelgeest in Oegstgeest krijgt ruim 43.000 euro subsidie om te onderzoeken of de woningen verwarmd kunnen worden met aquathermie. De winning, opslag en verspreiding van warmte komt, zoals de naam al doet vermoeden, uit riool- en oppervlaktewater. De Klinkenberger Plas is een van de opties. Dat is, kun je zien als een grote zonnecollector. Daar verschijnt zomers de zon op en daar komt dus, die vangt dus heel veel warmte in. Daarnaast zijn er nog twee mogelijkheden die worden onderzocht. De Haarlemmer Trekvaart is een stromend water, dus daardoor komt er ook veel warmte langs. En de rioolwaterzuiveringsinstallatie die levert ook heel veel afvalwater, gezuiverd afvalwater. En dat is nog redelijk op temperatuur, dus dat is een hogere temperatuur, waardoor je ook daar aardig wat warmte uit kan halen. Maar hoe onttrek je warmte aan water? Je kan er een paar graden van afsnoepen, dan wordt de plas ietsje koeler. Als je daar heel veel water beschikbaar hebt, dan kan je daar dus voldoende warmte uithalen. Je moet dan wel een flinke warmtepomp hebben die dus de temperatuur van 20 graden opstookt naar 70 graden. Want dat is namelijk de temperatuur die wij in onze wijk nodig hebben om het warmtenet van warmte te voorzien. Technisch lijkt het dus heel simpel. Waarom dan nog een onderzoek? Ja, het gaat er natuurlijk om of dat ook in de praktijk technisch kan. En of dat organisatorisch ook te regelen valt.